We staan op de huis- en tuinbeurs hier in Roeselare. En na wat gezellige interieur in huis is er ook de tuin. Bij me van, even kijken, tuinen De Krok. De Kok. De Kok met COCK. Ah, oké. Okay. Dat ken ik van ergens. Goed, ja, de tuin in de winter lijkt me een beetje geen goed moment. Ja, inderdaad. We zitten met een seizoen, die 4 maanden toch, waarin dat een klein beetje kaal is. En dan kijken we meer naar de wintergroene planten. Maar je kan ook met hele leuke herfsttinten gaan werken. Het toffe is dat je goede combinaties maakt en dat je toch ook in die winterperiode een mooie blik op de tuin kan geven. Een mooie blik op de tuin. Enkele praktische tips misschien? Praktische tips. Richt hem goed in. Niet alleen voor jezelf om hem goed te onderhouden, maar ook voor bepaalde dieren. Egels, vogeltjes. Nu is het moment om ook je mezenbollen uit te hangen voor de mezen, want de mezenpopulatie moet terug omhoog. Ja, als tuinarchitect is het toch wel een heus pakket om mee rekening te houden. Maar het voornaamste is toch dat de klant tevreden is over zijn tuin. Het is winter, maar kunnen er toch al voorzorgen genomen zijn naar de zomer toe of voorbereidingen? Zeker en vast. Momenteel is het dé periode om in feite een tuin aan te leggen. Dus alle planten worden vanaf nu in november tot volgend jaar in maart, april worden die aangeplant. En dan kan je volgend jaar in de zomer genieten van jouw nieuwe tuin. Jullie zijn een familiebedrijf. Jullie werken samen met papa en de twee zoons. Welke taak heeft hij er? Ja, klopt. Mijn vader is in feite de oprichter van de zaak, Tuin in de Kok, in 89. Sinds dit jaar bestaan we 30 jaar. Mijn broer Guillaume is in feite projectverantwoordelijke. Dus die staat op de werf in voor alle zaken in goede baan te leiden. En zelf ben ik Sébastien, tuinarchitect, die eigenlijk vooraf met de klant de hele bespreking doet van A tot Z, van hoe dat we de tuin gaan aanpakken en hoe dat we die gaan uitwerken. Goed, ik wil mijn tuin aanleggen. Welk budget voorzie ik daarvoor? Ik zeg, voor iedere tuin is zijn budget. Het is natuurlijk afhankelijk van wat de smaak van de klant juist is. Het is moeilijk om daar bedragen op te plakken, want je hebt een tuin van 40 vierkante meter en je hebt er van enkele hectaren. Dus het is een beetje te zien. We gaan dat echt gaan bijsturen naar de wens van de klant. Maar het belangrijkste is dat groen maakt mensen blij, dat er toch zeker groen aanwezig is in een tuin. Oké, okay, mensen willen thuis eens contact hebben met Tuinen De Kok, met CK. Ja. Waar kunnen ze terecht? Ze kunnen terecht op www.tuinendekok.be. Ze kunnen ons vinden op Facebook of op Instagram. Zelf ben ik Sébastien De Kok. Kunnen mij ook apart gaan contacteren. En daarop vinden jullie alle informatie. Oké, okay, Sébastien, alvast bedankt voor het gesprek en nog veel succes hier op de Huis- en Tuinbeurs. Dank u wel.